Hey, welkom terug bij EDG Electrodrive Gent en kom eens mee, want vanaf vandaag, eindelijk, na lang wachten, mogen we u terug eens iets nieuws voorstellen. En wauw, mooi, heel erg mooi. Wow. Die kleuren, man. Nu, ik zie het hier al, maar jullie nog niet, hè? Nu, wat denk je dat er hier zou onderstaan? Een nieuw model? Een nieuw merk? Nee. Inderdaad, een nieuw model van Super Soco. Nu, na langer wachten dan normaal, zoals de rest eigenlijk, mogen we hem u eindelijk voorstellen. De Super Soco TC Wonder. Wow mensen, wat een machine zeg. Wat een machine. Bekijk dat eens, ziet dat eens staan. Toch mooi. Tof machine, man. Super Soco TC Wonder is het nieuwe type van de gewone TC. De café racer onder ons gekend. En voor grote mensen zoals ik, 1,90 meter. Veel meer plaats. Top zelfs van plaats. Het vorige model was redelijk krap, maar deze TC Wonder is een ruime, comfortabele en iets grotere bromfiets dan de vorige generatie. Want hij heeft nog wel wat verbeteringen, hè? Als je inzichter komt, ga je zien dat de TC Wonder een nieuwe hashendel heeft. De Precision Speed Control Handle. Dat is een hendel die nu met een kleine gradatie gas geeft. De vorige hendel was de aan-uit en de meeste Super Soco rijders onder ons kennen het gevoel van schokkend rijgedrag. Nu, met deze hashendel gewoonweg verleden tijd. De specificaties van deze TC Wonder spreken voor zich. Hè? Terug een 3000 watt motor in, één batterij waar je aan 45 km per uur een 50 km kan gaan afleggen. En we moeten wel eerlijk zijn, deze TC Wonder is geen klein model niet meer, want als we echt tot in detail gaan beginnen kijken, kijk naar deze upsize-down veervork die erop zit. Zelfs de remklauwen van voor hebben ze niet opgespaard. Hè? Het is een remklauw met 4 zuigers. Dus eigenlijk een machine waar u heel comfortabel en veilig mee kan rondrijden. Nu, u weet ons waarschijnlijk wel zitten, of nieuwe volgers weten ons niet zitten. Wij zitten op de Brugse Vaart 109, 39 Marekerke, Gent. De baan van Gent naar Eeklo. Kom deze TC Wonder bekijken en hem gewoon eens testen, want vandaag is het aan mij om hem te testen. Zeg, tot de volgende alleszins, hè. Doei!